Ja hoor, we kunnen schaatsen op natuurijs. Oosterbeek heeft de primeur in Gelderland. Dag dames en heren, goedenavond. Groenlo heeft weer een bierbrouwer. Brouwers Nus strijkt neer in de oude brouwerij van Grols. En de Gelderse sporters maken zich klaar voor het WK indoor. Ik wil graag de finale halen. En, en ik hoop dat ik gewoon elke race die ik doe volgend weekend harder gaat. En dat ik dan op de finale hard ga, ja. Het is altijd een strijd zodra het gaat vriezen. Wie kan als eerste in Gelderland een schaatsbaan openen? De primeur gaat dit keer naar Oosterbeek. Vanochtend stapten daar de eerste schaatsers op het ijs. Zo, gaat goed? Heerlijk. En jullie gaan mooi. Iedereen rijdt zijn rondjes. Dus we zijn er weer blij mee dat het weer gelukt is. Kom maar even vleien. Ja! Goed zo! Zo, kan die weer? Ja. Mooi. Dat wordt ook een toekomstige topschaatser, hè? Met drie ploegen hebben we vannacht doorgewerkt. Uiteindelijk konden we pas om 8:30 gisteravond beginnen. De vorst kwam er vrij laat in. Het harde werken is beloond met een mooie ijsbaan. Maar liefst 1000 mensen kwamen naar Oosterbeek om het natuurijs te testen. Aan het eind van de ochtend ging de baan weer dicht voor onderhoud. Maar het is nog niet gedaan met de ijspret. Als de voorspellingen zich het waar maken, dan kunnen we de hele week schaatsen. Ja, en waar dat allemaal kan, dat vindt u op onze site gld.nl. In het centrum van Nijmegen is vannacht bij een schietpartij een man zwaar gewond geraakt. Er zou ruzie zijn geweest tussen twee mannen in een uitgaansgelegenheid aan de Grote Straat. De ruzie ging vervolgens buiten verder en daar is toen een vuurwapen bij gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie roept getuigen op om zich te melden en bekijkt nog videobeelden. Na 14 jaar krijgt Groenlo weer een bierbrouwerij. In mei worden de poorten van Brouwers Nus officieel geopend. Maar tijdens de bouw komen letterlijk de resten van de oude Grolsfabriek naar boven. Deze villa was vroeger de directeurswoning van de familie De Groen, tot voor kort eigenaar van de Grolsfabriek. En hierachter verrijst de nieuwe brouwerij Brouwers Nus. De bouw is al in volle gang. Medio mei moet alles klaar zijn. Dat betekent dat het proeflokaal Brouwers Nus aan de voorkant dat geopend gaat worden. Dat de tuin, voor zover dat het lukt natuurlijk, als we kijken, het vriest nu erg hard. Maar in mei zou de tuin zal ook klaar zijn. En de brouwerij die we hier zien, die zal ook klaar zijn. Vroeger zag het er zo uit in Groenlo. De Grolsfabriek werd in 2004 gesloten. Maar tijdens de bouw nu worden interessante vondsten gedaan. Zoals oude glasscherven en dit flesje. Toen kwam een van de mannen bij mij en die zei, God, is al wat zit dat voor fles? Maar dat is toch, moet toch even uitzoeken van welk jaar die precies is. Maar dat is toch wel een hele oude beugelfles die hier gevonden is. En dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk als je kijkt naar de geschiedenis van deze plek. Het nieuwe bier van Brouwers Nus lijkt overigens totaal niet op Grols. Alle bieren zijn bovengistend. Dus wij gaan echt voor het speciaal segment, het craftbier in de markt. Wij gaan geen pils maken. Ik bedoel, Grols maakt prima pils. Wij gaan niet concurreren op pils van Grols. Morgen worden met flinke festiviteiten de nieuwe ketels geplaatst en dan kan er binnen 3 maanden weer bier worden gebrouwen in Groenlo. Daphne, Nadine en Eelco, dat zijn de namen waar we in Gelderland op gaan letten de komende week tijdens het WK Indoor. 3 van de 8 leden van de atletiekploeg komen uit onze provincie. En de populairst was natuurlijk Daphne Schippers, onze favoriet voor goud. Uiteraard veel belangstelling voor Daphne Schippers. De atlete uit Oosterbeek won al goud op de 60 meter bij het EK Indoor. En nu wil ze daar mondiaal goud aan toevoegen. Nadine Visser uit Arnhem oefent alvast met juichen. Oh mijn god. Dat mocht ze vorige week ook nog bij het NK na de 60 meter hoorde. En in Birmingham wellicht weer. Nou, wie weet. Nee. Als het goed gaat, dan gebruik ze denk ik het filmpje. Ja. Eelco Sint-Nicolaas laat zijn kalender voor de komende week alvast zien. De Apeldoornse meerkamper is in vorm. Ik heb dit jaar een meerkamp gedaan. Die was stabiel. En daarbij heb ik met verre en hoog een beetje ingehouden en op de 1000 niet het achterste van de tong laten zien. Dat zal op de WK anders zijn. En ik heb ook alle vertrouwen in dat het goed gaat. Waar Schippers overal waar ze start topfavoriet is, kunnen de andere 2 Gelderse atleten wat meer in de luwte presteren.
Maar er zijn wel degelijk ambities. Ik wil graag de finale halen. En ik hoop dat ik gewoon elke race die ik doe volgend weekend harder gaat. En dat ik dan op de finale hard ga, ja. De kansen, daar heb ik net uitgerekend. Er zijn 12 deelnemers, 3 medailles. Dat is 25%. Maar de wens is nog steeds altijd enorm. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, kijk, als je daar bent, ik voel me vreselijk als ik kijk naar die anderen die op het podium staan en ik er niet sta. Dus ja, tuurlijk wil ik daar staan. Dan hoeft het maar een paar honderd te zijn en dan is het Nederlands record. Dus ja, ik zeg niet dat dat een doelstelling is, maar ik wil wel hard. Dus indirect, ja. Zometeen met pijn in het hart nemen die Oendorfer muzikanten afscheid. Een 38-jarige man uit Apeldoorn is vannacht om het leven gekomen bij een aanrijding in zijn woonplaats. De man werd aangereden door een automobilist toen hij met zijn fiets de kruising van de Oost-Veluweweg en de Laan van de Dierenriem overstak. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De 25-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het tankstation aan de Oversluis in Ulft is gisteravond overvallen. De Engels sprekende dader bedreigde het personeel met een mes en eiste geld. En hij is er met een onbekend geldbedrag te voet vandoor gegaan. De politie stelde direct een onderzoek in, maar hij werd niet meer gevonden. En het vernielde voetbalveld van sportclub Silvolde kan de rest van het seizoen niet worden gebruikt. Een beetje verdrietig om dit te zien, ja. Je bederft het plezier van veel kinderen die hier zaterdag zijn wedstrijd spelen. Van Dalen reden in de nacht van vrijdag op zaterdag met een auto over het veld en lieten diepe sporen achter. Door de vorst kan de club voorlopig niets aan herstelwerkzaamheden doen. De voetbalvereniging heeft het veld voor de komende maanden afgeschreven. Voor alles over de verkiezingen, kijkt u op gld-stemt.nl. Uw stem moet gehoord worden. Mensen van Estinea doen sinds kort de was bij voetbalclub FC Trias in Winterswijk. De medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is dus voor deze groep lastig om een goede baan te vinden. Bij FC Trias lijken ze op hun plek te zijn. Dat hoort bij elkaar. En dit ook. Alweer. Roelof is er maar wat druk mee. Als hoofd wasmachine is hij verantwoordelijk voor de was. We zijn nu met de kleding aan het wassen voor de sportvereniging, voor de trio's. Maar we hebben ook wel handdoeken en zo en dan moet je weer op andere stand zetten en die dingen. Ja, ik vind het heel mooi. Roelof zorgt dat de was schoon en droog is en leeft het daarna af aan zijn collega's die in de kantine van de voetbalclub de was netjes opvouwen. Nou kijk eens Joke, veel plezier met opvouwen. Alsjeblieft. Dit is heel wat anders dan in een gewoon vrij bedrijf. Op een fabriek en zo gaat het dan in tempo vaak door, heel snel. En hier, ja, dan kun je gewoon je tempo bepalen en dat is voor elk mens verschillend. Zeg eens, het ziet er nog mooi uit, hè? Ja, beter als het geweest is. Nee, ik denk dat je hier gewoon heel erg zichzelf kunnen zijn en gewoon de ruimte krijgen om hun werk te doen. Er zit niet echt druk op en het is een hele mix van mensen die hier aan het werk is. Maar dat maakt het ook zo leuk. Mensen helpen elkaar en dat is gewoon mooi om te zien. En FC Trias is er ook blij mee, al is het nog even wennen voor de elftallen. Ze moeten er namelijk wel voor zorgen dat de was goed afgeleverd wordt, zodat niet alles door elkaar komt. Het is ook allemaal nieuw. En daar zullen we toch wel strak aan moeten houden. Want anders is de was dus niet gewassen op vrijdag, om maar zo te zeggen, wanneer ze het weer opnieuw aan moeten. En nu is ze weer helemaal fris, dan kunnen ze het weer tegenaan. Dankjewel, Joven. Tranen bij het laatste concert van de Oendorfer muzikanten uit Wijchen. Want de Egelender muzikanten die stoppen ermee, na 32 jaar. Noodgedwongen, want de oude garde sterft uit en de jeugd heeft geen interesse voor de Oostenrijkse muziek. En zoals jij weet is dat de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de gemeente Wijchen om die jou uit te reiken. Emoties bij de voorzitter van de Oendorfer muzikanten. Vandaag is het allerlaatste concert.
ik ben er kapot van geweest. Je bent aan het eind van het Latijn een keer en dan moet er nieuw bij komen. En dat is het grote probleem, dat komt niet. Ik heb er echt nachten van wakker gelegen. Ja. Er is geen nieuwe aanwas, want de jeugd heeft er geen trek in. Er wordt ook altijd gezegd, het is hoenpapa muziek. En dan zeg ik altijd met één daar overheen, laat het maar eens komen blazen. En de muziek gaat ook nog ergens over. Over de liefde, hè? En het schone Egerland, de bergen, de saamhorigheid. Maar dat is nu allemaal voorbij. Voor sommigen helemaal geen muziek meer. Ik hou ook heel erg van motorrijden, dus dan ga ik daar maar eens van meer doen. Niet geen mooi moment, maar een goed moment om te stoppen. En dus dat gaan we dan ook doen. Vanavond ga ik een hele grote fles wijn lostrekken. En dan gaan we samen met mijn vrouw gaan we heel stilletjes bij elkaar kruipen. En dan gaan we verdrietig afscheid nemen. En dan gaan we toch nog even terug naar het schaatsen. Want waar wordt de eerste marathon op natuurijs geschaatst? Krijgt Gelderland, Overijssel, Drenthe of Groningen de primeur? Vier ijsberen in de dierentuin van Emmen gaan proberen te voorspellen waar de eerste wedstrijd gereden gaat worden. Nou, dat is heel spannend. Wordt het Veenoord, Arnhem, Haaksbergen of Noord-Laren? De ijskoorts is officieel uitgebroken en daarmee de strijd om de eerste marathon op natuurijs. De ijsberen in Emmen hebben een goede neus voor ijs, maar kunnen ze ook voorspellen waar de eerste marathon gehouden wordt. En nog even voor de duidelijkheid, de witte emmer is dus Arnhem. Maar het wordt Noord-Laren dus. Misschien dat we komende week gaan ontdekken of de ijsberen gelijk hadden. Ja, en het blijft nog wel even goed weer voor ijsberen, zegt Margot Ribberink. Het wordt de koudste periode van heel de winter. Ook vanochtend al ijskoud, maar wel prachtig buiten. Een dun laagje ijs hier in Doornenburg. En of dat ijs nog dikker wordt, dat heeft niet alleen te maken met de temperatuur, maar ook met de wind, want het waait flink. Daarom voelt het ook heel koud aan. Vanmiddag 1 graad in de plus, maar de gevoelstemperatuur was min 5 graden. Met flink wat zonneschijn, maar vanuit het oosten, noordoosten, vanaf de Oostzee ook wat wolkenvelden. En daaruit zou morgen in de loop van de dag in de Achterhoek een beetje sneeuw kunnen dwarrelen. Daarover straks meer. Eerst maar vandaag flink wat zon. Temperaturen even 1 graad in de plus. Stevige wind ook uit het oosten. Vanavond en vannacht een windkracht 3. Helder is het weer. En het wordt koud met temperaturen tussen min 5 en min 8 graden. Morgenochtend ligt de gevoelstemperatuur rond min 11, min 12 als u op de fiets of ter voet naar school of werk gaat. Daarna ziet het er zo uit, zon, maar ook een paar wolkjes. In de Achterhoek misschien een heel klein beetje sneeuw. Mag eigenlijk geen naam hebben, het wordt ook niet echt wit en temperaturen rond het vriespunt. Maar ja, ook morgen een stevige noordoostelijke wind en gevoelstemperaturen rond min 5 graden en het wordt nog kouder, vooral donderdagochtend. Dan ligt de gevoelstemperatuur beneden de min 15 graden. En misschien krijgen we vrijdag in de loop van de dag ook wel met een beetje sneeuw te maken. Dit was het Gelders Nieuws. Meer nieuws kunt u vinden op onze website gld.nl en op onze Omroep Gelderland app. Zometeen Gelderland helpt met Sonja Booms en daarna Alles plat met Alberto Radstaken. Ik wens u nog een fijne avond.